Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb het voorrecht vandaag te zijn met mijn zoon Jeremy Rekker. Welkom Jeremy. Dankjewel. En we gaan de 14e les doen. Het is deel 2 van het boekje Goddelijke Wijsheid, waar we dit kwartaal nog verder mee gaan. En de titel van de eerste les is De Kennis te Boven. Nou, dan kijken we zo even naar de diepere betekenis. Maar in deze les gaan we inderdaad zien dat het gaat over inzicht, over studie, waar kan je waarheid vinden. En wat betekent het dan als je daaraan overgeeft en de Gods leiding gaat zoeken? Nou, allemaal over kennis, inhoud, maar we zullen ook zien dat het naar daden gaat. Voor we dat verder gaan bestuderen, graag weer de zegen van Jeremy. Trouwe almachtige Vader in de hemel, we komen voor uw troon der genade om te danken voor deze mooie les die we samen mogen bestuderen. Heer, we bidden toch voor uw inzicht. Uw leiding van uw Heilige Geest, Heer. Wees met ons, kom in ons midden, woon in onze harten. En Heer, geef ons toch alsjeblieft onderwijs. Vergeef toch ons als we iets verkeerds hebben gedaan in uw ogen. En wees ook met hen die thuis zijn en naar deze les mogen kijken. Heer, ik bid toch dat het een grote zegen voor ons allemaal mag zijn. In Jezus' naam vragen we dit. Amen. Amen. Wel, als je nou als de kennis erboven ziet, wat komt dan bij jou op? Ja, het gaat met de pet erboven. Ja, ik snap het niet. Ja, dus het spreekwoord de pet erboven, ja. 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 Gaat boven mijn pet. Dus, ja. Engels zou zeggen, it's above my pay grade. Ja. Dat is misschien het eerste waar je aan denkt. Het gaat met erboven, ja. En dan wel heel gauw als je iets erboven gaat, laat de mensen het helemaal los. Laat me zitten, hè? Laat maar zitten. Ja, pff, te veel voor mij. Doe niks aan. Ja, dan zouden we nu kunnen stoppen. Ja. Als je niet in geloof verder wil gaan. Dus... De derde dag gaat deze les wel over. Het gaat over diepe inzicht. Dan denk je, oké, ik snap hem eigenlijk wel. Maar past u op wat de diepte erin zit. Laten we de tekst maar lezen in Efeze 3, vers 18 en 19. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Daar komt de basistekst. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ja. Dus dat je het helemaal kan begrijpen wat je te boven gaat. Ja, als je dus niet in de liefde van Christus bent, dan wordt het wel heel lastig om dat te gaan begrijpen. Ja. En als je het wel hebt, dan heb je 360 graden inzicht, want dat zegt het eigenlijk. Hè? Dus volledig, van alle kanten belicht hoe dat werkt. Nou, het lijkt te mooi voor woorden, maar dat is het niet. En daarom deze les in 7 vragen waar we doorheen gaan. We gaan ook nog iets van de inleiding heel kort. Want wat levert het allemaal eigenlijk op? Ja, het is bijzonder. Wat levert op? Wat zijn we ook aan het leren? Mm-hmm. En de inleiding zegt dat het zijn oneindige wijsheid, oneindige liefde, oneindige rechtvaardigheid, oneindige barmhartigheid. Ja. Dus dan zijn het eigenlijk oneindige dieptes, hoogtes en lengtes en breedtes. Ja, het gaat dus over het oneindige. En dat is het bijzondere. Kijk, Gods kennis, Gods wijsheid is oneindig. En zo meteen mogen we tot in de oneindigheid van het oneindige leren. Ja. Wij eindige mensen hebben daar geen last van gewoon. Ja, hè? Wij zijn nu eindig inderdaad. Ja. De enige zekere die elk mens heeft is dat je doodgaat. Ja. Dus dat is voor ons nog niet, dat kunnen we misschien niet bevatten. Ja. De overdenking eindigt heel mooi, hè? Na zijn opstanding opende hij hun, maar ook ons begrip, opdat ze de schriften zouden begrijpen. Dus daarvoor waren ze verborgen en ineens gaan ze dan inzichtelijk worden. Ja. We beginnen een beetje opbouw deze les. Dus hij heeft mooi in 7 stappen opgebouwd. Dat oneindige wat boven onze kennis gaat, toch een beetje inzicht in krijgen. Welk begrip die je nou allemaal te hebben? Ja. Ik vind het in ieder geval gewoon echt mooi hoe Paulus het heeft geschreven. Want begrijp wat de wil van de Heer is, maar wat staat daarvoor? Dus dat is het begrip dat we moeten hebben. Begrijp wat de wil van de Heer is. Maar wat is het tegenovergestelde van de wil van de Heer? Ja, als je dat niet hebt, dan is het onverstandig. Ja, maar dat dom zou we zeggen. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp de wil van de Heer. Dat is niet zo dom, joh, zou we tegenwoordig zeggen. Ja. Ja. Maar goed, oké, dat moeten we wel. Wat is nou de wil van de Heer? Nou, hoe kunnen we dat weten? Ja. Want God is oneindig en God is ondergrondelijk. Schrijft Paulus over. Maar God kent de hart van elk persoon. Ja. Maar wij hebben dat talent of die gaven niet, zeg maar. Wij kunnen niet andermans hart lezen.
Dus wij kunnen ook niet het hart van God lezen. Nee. Dus hoe moet je er nou komen? Kijk, laat ik maar een voorbeeldje nemen. Hè? We hebben onze overbuurman is Wim. En Wim is handig met fietsen. Ja. En brommers. Dus jij weet heel goed, als je er niet uitkomt met jouw eigen fiets op brommen, dan denk je, nou, laat ik even naar Wim gaan. Mm-hmm. Dan, buurman Wim komt dan, loopt tegenover ons, loop je zo heen. En komt dan, als hij thuis is, dan gaat hij helpen. Hoe gaat het nou, hoe zoek je dat nou, die antwoorden, als je er niet uitkomt bij God? Dan ga je dus kijken van, oké, wat heeft God mij al verteld? Mm-hmm. Heeft God zichzelf geopenbaard? Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan. God heeft zichzelf geopenbaard door middel van het woord. Precies. En door middel van het woord kunnen wij Gods wil voor ons leven ontdekken. Ja. Dan kan je kennis ervan nemen. En als je nog meer gaat studeren, dan kan je het ook gaan begrijpen. Ja. En dan lees je bijvoorbeeld, zo in 1 Thessalonicenzen, wat de wil van God is, dat we heilig worden. Ja. Met andere woorden, dat we niet als de wereldse mensen zijn. Of wat Petrus over zegt in 1 Petrus 15, dat we goed gaan doen, dat het de wil van God is. En het belangrijkste is, de wil van God is dat we zalig worden. Ja. God wil dat graag. Iedereen. Iedereen, ja. Nou, dat stuk hebben we gedaan. Dan gaan we naar de tweede vraag. We hebben dat begrip gezien, maar wat maakt het dan mogelijk om zo'n begrip te ontvangen? Eigenlijk dat het ook bij je landt, zou je kunnen zeggen. Je kan het wel lezen, maar als het weer weggaat, hoe kan het bij je landen? Ja, dat is heel mooi. De Hebreeën 11 gaat over het geloof. Ja. En inderdaad, door het geloof zien wij. Ja. Dus het geloof heb je nodig om het begrip te ontvangen. Geloof in de Nederlandse tekst is niet zo sterk in het Nederlands. Ja. Want wij zeggen, ja, ik geloof het wel hoor. Dat bedoel ik, heb er geen zin in. Of ik weet het niet. Ja. Geloof het zelf. Geloof je het zelf, ja. Ja, weet je, het is allemaal... Geloof in het Nederlands is een lastig begrip. En daarom hebben we die hulpnoodmiddelen nodig van Hebreeën 11. Ja, en daarom zegt ook in vers 1 ervan, 11 vers 1. Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ja. Oftewel, geloof is geen wishful thinking. Ja, dat is mooi gezegd. Precies. Hebreeën 11 vers 3 zegt, door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men niet ziet, ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Ja. Het is goed om te begrijpen dat je alles wat je ziet, geschapen is door iets wat je niet ziet. Ja. We zien God niet, we zien Jezus niet. En we zien in Genesis 1 dat alles geschapen is door het woord. Ja. Dat is mooi. Geloof, reddend geloof moet worden onderwezen, staat in de opmerking. Dat betekent dat je de andere mensen over moet vertellen. En moet studeren over. Zoals wij nu hebben over wat geloof geen wishful thinking is, wat het wel is in Hebreeën 11. Nou, dat is mooi, hè? Ja. Andere dingen over vraag 2? Ja. Het geloof kan ook, zegt de definitie van dit geloof in Jezus, kan in weinig woorden omschreven worden, denk ik. Ja, het is de handeling van de ziel, dus het is iets wat je... Geloof is dus iets wat je met je hele lichaam doet. En dus het is niet zo van, ja, ik geloof wel dat ik over 10 jaar wel 1 miljoen heb. Ja, geloof gewoon, hè? Als je op de bank zit. Als ik op de bank, en niks ga doen. Noem maar wat. Dus het is inderdaad, het is geen... We gebruiken nu geloof of... ik hoop het hoor. Ja, ik hoop dat ik het red. Nee, maar het is mooi. Wij sporten in een sportschool. Hè, en dan zijn die sportschool, een van die slogans is van... Als je hier bent, heb je al meer bereikt dan degene die op de bank zit. Ja. Dat is ook een van de dingen die je moet... En dat is met geloof ook zo. Als je niks doet, gebeurt er niks. Ja, maar het geloof is ook... geloof is dus ook een volledige vertrouwen en overtuiging. Het is niet half. Het kan niet half. De derde vraag zegt, het gaat over dimensies. En welke dimensie? We hebben 1, 2 en 3 dimensies, snappen we. Het vierde denken we dat tijd is, maar we weten het helemaal niet eigenlijk. We hebben het maar zo genoemd. Maar lengte, breedte en hoogte zijn net gedefinieerd. Dat zijn die dimensies. Welke dimensie wordt nou geopend voor menselijk begrip? Ja. Dan staat hier in de tekst van 1 Korinthe 2 vers 14 bij. Mm-hmm. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Oké? Okay? Ja. Dus uit mezelf neem ik het niet aan, dan snap ik het niet. Nee. Maar dan, ja, hoe wordt die... Welke dimensie wordt dan geopend voor ons begrip? Ja. En dat is een dimensie van, ja, zoals ik het zie, dan de wijsheid van God. En die wordt geopenbaard door de Heilige Geest. Dat noemen wij geestelijk. Ja. Dat zegt de apostel Paulus heeft er ook over. En geestelijk moet geestelijk begrepen worden. Ja. En de Bijbel is een geestelijk boek.
Dus die kan je alleen maar geestelijk begrijpen. Ja. Kijk, je kan niet met logica redeneren dat als God spreekt, dat het er is. Nee. Want hoe kan je dat ooit uitleggen? Volgens de ons bekende natuurkundige wetten kan dat namelijk niet. Dus je moet het geestelijk gaan begrijpen. En we geloven dat bij God alles mogelijk is. Dus dan snap ik ook dat als woord God spreekt, dan is het er ook gewoon. Ik geloof dat. Omdat ik weet dat God alles kan. En zo moet je het geestelijk gaan begrijpen. Ja. Gods koninkrijk, staat in opmerking, komt niet met uiterlijk vertoon. Het evangelie van Gods genade met zijn geest van zuiverheid kan nooit in overeen zijn met de geest van de wereld. Dat is ook belangrijk om te weten. Jezus is het sprekende voorbeeld. Hij is de verlosser van deze wereld. Ja. En hij komt als een... Een lammetje. Ja, als een arme man. Ja. Zonder leger. Ja. Zonder Aston Martin of weet ik al wat. Maar hij komt als een dienstknecht. Met sandalen aan, precies. Ja. Ja. En laat zien dat heersen dienen is. Ja. De vierde vraag. Hoe gedraagt een wijs mens zich in overeenstemming met goddelijk inzicht? We hebben dus die eerste drie vragen zo gehad. Maar de vraagsteller gaat er ook van uit te maken dat we ervan leren. Ja. Dus dat we groeien. Dus we hebben nu... Dus hoe ga je dan gedragen? Wij zijn een wijs mens geworden nu, hè, volgens de lesmaker, zeg maar. Hoe gaan we ons dan gedragen? Precies. Ja, nou, Jacobus zegt, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werk laten zien in zachtmoedige wijsheid. Ja, ja. Dus zachtmoedig, het is een beetje, je bent zacht en het is moedig, hè? Ja. Dus er zijn heel veel mensen die moedig zijn, hè, die in de oorlogen vechten misschien. Echt, krijgers zijn vaak, worden vaak gezien als moedig. Hè. Een krijger is moedig. Maar zachtmoedig, dus heb je dus dezelfde moed, maar dan ga je toch met een zachte manier overweg. Ja, ja. En als de enige, echt het beste voorbeeld van zachtmoedig, dat is Jezus. Ja. We hebben het net over gehad hoe hij naar de aarde is gekomen. Inderdaad, als een dienstknecht. Ja. Als een arme man. Ja. Dus ja, hoe gedraagt een mens zich die... een wijs mens zich in overeenstemming met goddelijk inzicht? Ja, iemand die... Ja, die practice wat ze preachen. Ja. And to walk the talk. Dus om te doen wat je zegt dat je doet. Ja. Niet van niets zegt Jezus ook over de fariseeën. Doe wat ze zeggen, maar doe niet wat ze doen. Precies. Nee, kijk, je kan zeggen, ik heb je naaste lief en je negeert iedereen. Ja, dat schiet niet op. Dus dan doe je niet de to walk the talk, zoals als je net zei. De opmerking geeft ook dat je zelf niet in slaap moet sussen. Of dat je... niet zo hard tevreden met jezelf moet zijn, staat er ook. Als je naar Golgotha kijkt, is dat niet om uw ziel gerust te stellen in het niet vervullen van uw plicht. Nou, wat plicht kan allerlei manieren uitgelegd worden. Niet om uzelf in slaap te zusten, maar om geloof te scheppen in Jezus. Een geloof dat werkt. Nou, dat iedere keer ziet u, levenswandel gaat over dat je dingen doet. Mm-hmm. Het gaat over werken, dat je ook dingen doet. Ja. Dus alles wat je geleerd hebt, in de praktijk te brengen. Ja, en de opmerking zegt ook dus dat we eigenlijk maar net zijn begonnen. Als wij in geloof beslag op Christus leggen, is ons werk nog maar net begonnen. Ja. Want iedereen, dus dat zijn jij en ik, iedereen heeft verdorven en zondige gewoonten die overwonnen moeten worden. Door felle strijd. Dus daar moet je echt moedig voor zijn. Ja, moet je dus, een felle strijd moet je dus moedig voor zijn. Ja. Dus. In dit geval zachtmoedig. En iedereen moet de strijd des geloof strijden. En dus ja, als iemand echt een volgeling van Christus is, dus als iemand echt Christus volgt, dan kan hij niet nadelig handelen. Hij kan niet hardvochtig zijn, zonder meegevoel. Hij kan niet ruw zijn in zijn spreken. Hij kan niet zelfgenoegzaam zijn of vol zelfoverschatting. Hij kan niet veel eisend zijn, geen harde woorden gebruiken en kritiek oefenen of veroordelen. Ja. En dat kan niet, dus niet alleen, het is niet zo van oké, nee, dat mag niet, dat mag niet. En dat lukt je ook niet meer. Het kan, nee, want als je echt Christus volgt, dan kan je dat niet meer. Dus dan is dat, ja... Weet je wat zo mooi is? We hebben het hier over geloven en weet ik wel. Ik wil dus ervaring geven voor mensen die niet geloven, maar wel slechte gewoontes hebben. Er zijn heel veel mensen die gestopt worden met roken. Ja. Die niet gelovig zijn. En het enige wat ze doen is, ze steken niet meer hun eerste sigaret op. Ja. Dus ze zeggen, ik heb besluit om niet meer de sigaret aan te steken. En dan stoppen ze met het roken. Dat is een slechte gewoonte en dat stoppen is heel levensverlengend. Hè. Daardoor kan je mee niet doen. Dus... Daarmee kan je ook iedereen die ongelovig laat zien, is als je gedrag verandert, dat je er beter van wordt. Automatisch. God zegent namelijk iedere verbetering van je gedrag. Om te laten zien dat je daadwerkelijk, als je in God dat dan nog een keer doet, dat het nog mooier kan.
Dat is het liefdevolle van God namelijk. God is zachtaardig voor ons allemaal. Ook ongelovigen zegent hij. Als ze hun gedrag verbeteren. Dat gaat nog mooier als je met God gelooft. En dan word je echt, dan kan je die zachtmoedigheid krijgen. En dat is iets wat heel bijzonder. Ja. Vijfde vraag had, hoe kan je dat nou krijgen? Maar vooral houden. Ja. Dat is een mooie tekst. De vrees des Heeren is het begin der wijsheid. Oké, dat is het begin. Daar zijn we het over eens. Hè? Dus daar hebben we het heel veel over gesproken. Oké. Ja. We gaan de Bijbel lezen. Ik ga beter snappen. Ik begin ermee. Ja. Maar dan, hoe houd je het vast? Ja, en dan gaat hij verder. Dus een goed inzicht hebben. Allen die ze betrachten. Ja. Oké. Okay? Dus allen die ernaar wandelen, hebben goed inzicht. Ja. Dus je hebt de vrees des Heeren. En als je daarnaar wandelt, dan kan je dus goed inzicht hebben. En dus dan is het dus ook, als je blijft wandelen op het pad dat je wandelt, nou, dan kan je het ook nog behouden. Het geheim zit in het slot. Ja. Zijn lof houdt eeuwig stand. Ja. Als je daar met de Heer gaat prijzen voor alles wat jou goed gedaan is, dan geeft de Heer je nog meer. Ja. Dat is iets moois, hè? Dus het is niet alleen dat je erin moet leren en dat je het moet gaan doen, maar je moet ook zeggen, de Heer prijzen, dat betekent, dank u wel, Heer. In het openbaar, of in je gebed, of in je... Maar je moet de Heer erover... En dan krijg je dat nog meer. Dan wordt het een soort vergrendeling, zeg maar. Een slot erom, een strik erom, zou je kunnen zeggen. Ja, en kijk... En dan de opmerking komt ook dus dan de wet naar voren. Ja. En we weten dat wij uit eigen kracht kunnen wij de wet van niet God houden. Niet houden. Nee. Falen, we kunnen het proberen, maar het lukt niet. Maar dat is wel mooi. Dus als de mensen deze wet naar hun beste kunnen zouden gehoorzamen... Mm. Dan zouden ze aan intellectuele kracht en onderscheidingsvermogen winnen. Dus zelfs als je dat uit eigen kracht gaat doen, ja. Word je al beter. Dus om nog meer van Gods bedoelingen en plannen te kunnen begrijpen. Ja. Nou, dus als jij maximaal je best doet, dan alles wat je tekort schiet, en dat is vaak veel, ja. Zal God aanvullen. Precies. Als jij alles geeft, dan vult God. Ja. Dus we hebben het spreekwoord vaak ook wel. Jij doet je best en God doet de rest. Ja. Dus, ja. En ik vind het mooi dat het slotste opmerking zegt dat niet alleen het huidige leven die stappen zet, maar je zet het door in het eeuwige leven. Ja, maar dan moet je dus wel beginnen in het huidige leven. Je moet wel. Het kan niet beginnen in het eeuwige. Nee. Dus het moet er al zijn. Ja. Dat staat niet voor niks ook in de openbaring. Dat die heilig is dat die heilig geheiligd worden. Ja. We gaan naar de zesde vraag. Dat gaat over een maatstaf. Hoe wordt nou begrip, kennis en begrip, hoe wordt het nou gemeten? Ja. Nou, laten we even simpel zijn. Lengte meet je in centimeters. Dat is de maatstaf. Maar hoe worden nou kennis en begrip gemeten? Ja. Nou, we hebben een maatstaf net voor heiligheid, voor kennis en voor begrip. En dat is ook Gods wet. Daar hebben we het net over gehad. Ja. En het bijzondere aan die wet is... Ja, de wet, en dat is het woord van God, die openbaren ons onze zonden uiteindelijk. Mm-hmm. Want Paulus zegt ook, zonder de wet had ik niet geweten dat ik zondig ben. Precies. En dat is belangrijk om vast te houden. Hè? Dus de 10 geboden zijn echt de maatstaf voor kennis en begrip. Of we daadwerkelijk dat hebben. Kijk, intelligentie kan je met een test meten. Het heet een IQ-test. Ja. Maar dat zegt niks over kennis en begrip nog. Het zegt alleen maar dat je veel vermogen hebt. Maar wil niet zeggen hoe je het vermogen op de weg kan krijgen, zoals de auto. Mm-hmm. Want kijk, je kan kennis hebben over wat goed is. Maar de 10 geboden kijken of je het begrip hebt. Want het begrip is, als je het ook toepast. In je dagelijks leven. Ja. Dus dat testen ze. Dat is de praktijktest. Als een soort kerst op de pudding krijg je de 7e vraag. Want dit is namelijk de afmaken. Hoe kunnen we nou kennis krijgen van Gods begrip? We hebben het hier over kennis en begrip van mensen die we meten. Hoe kunnen we nou kennis krijgen van Gods begrip volgens de 7e vraag? Ja. Dus wat kenmerkt Gods begrip inderdaad? Ja. Ja. Ja, kijk, Gods begrip, en de psalm zegt ook, als zijn inzicht is onmetelijk. Ja. Zoals we aan het begin hebben gelezen, God is oneindige wijsheid, oneindige liefde, rechtvaardigheid, barmhartigheid. Ja. God zelf. Terug naar de titel gaan we in dit geval. Ja. Maar wat mooie is, dus ondanks dat we net hebben geleerd dat alles wat zichtbaar is, is geschapen door hetgeen wat niet zichtbaar is. Ja. Ja, predikt de schepping toch over Gods goedheid. De opmerking zegt het mooi, op al de geschapen dingen is het stempel van de Godheid te zien. Ja. De natuur getuigt van God.
Ja, en dat is mooi. En dan staat er een paar zinnen verderop. Dat ik denk van, wat betekent dat dan voor mij? Mm-hmm. Je hebt het pantheïsme ook nog een keer dat je God in de natuur ziet. Maar dat wordt niet bedoeld. Er staat wel in deze zin, dezelfde kracht die de natuur in stand houdt, werkt ook in de mens. Ja. En dat is belangrijk dus. Als u gras ziet groeien, dan gaat het om. Dat is overigens bijna onmogelijk om het te zien groeien. Maar je kan het wel in een week tijd kan je het zien groeien. Dat verschil. Zo kan je dus zelf ook in je karakter groeien. Dat zal niet iedere dag te meten zijn, maar in een week, een jaar, een maand. Dan denk ik, oh, hey, gaat de goede kant op. Ja. Maar het is inderdaad, dus, hè, dit is diezelfde kracht. Dus God heeft die natuurwetten allemaal met een reden ingesteld. Ja. En wat bijzonder is, is wat ik moest denken toen ik deze les aan het maken was. Dat is ook dat wij leven in Europa. En in Europa hebben we ook de wetenschappelijke verlichting meegemaakt. Dus dat de reformatie is ook in Europa ontstaan. Ook de reformatie in Europa. Ja. Dus er zijn heel veel dingen. Maar men is gaan denken, maar hoe komt het nou? Had zeg maar, die wetenschappelijke groei die we nu hebben. Mm-hmm. We leven nu echt in een tijd van wetenschap. Had dat ook ergens anders op de aarde kunnen ontstaan? Theoretisch, wel, maar praktisch is anders geweest. Ja, inderdaad, uiteindelijk niet. Want een van die belangrijke dingen was het christelijke geloof. Dat gefundeerd zat als in Europa. Want alle oorspronkelijke wetenschappers die aan het beginpunt staan van de wetenschap. Galileo, Newton. Ja. Gaan zo maar verder. Ja, dat waren allemaal christenen. Ja. En C.S. Lewis, die omschrijft dit ook heel logisch. Weet je, men is wetenschappelijk geworden omdat ze een wet in de natuur verwachten. Ja. En ze verwachten een wet in de natuur omdat ze in een wetgever geloven. Dat is mooi gezegd. Ja. Dus ja, omdat we geloven in een wetgever, dus er moeten ook wel logica en wet in de natuur te vinden zijn. Want anders was ze, als je er niet gelooft en je verwacht een random toeval dingen tegen te komen. Nu je dat zo zegt, doet me denken aan de sterrenstelsels. Mm. Het is onvoorstelbaar dat ze exact kunnen uitrekenen wanneer, op welk moment in tijd een ster waar staat en een komeet onze kant op komt. Ja. Dus, omdat het allemaal volgens de structuur gaat zoals God het gegeven heeft, is het heel voorspelbaar. De wetmatigheid zit er helemaal in gebakken. Ja, maar hetzelfde geldt ervoor dat ze mensen naar de maan hebben kunnen sturen door middel van wiskunde. Ja. Dus het is gewoon, er is nog nooit van iemand heeft het uitgetest, klopt dat echt zo? Maar God is daar dus ook standvastig in. Absoluut. En betrouwbaar. Ik ga ter overdenking een paar zinnen lezen en dan kunnen we het erover hebben. Toch kan Gods doel niet worden gedwarsboomd door eigenwijze mensen, zeg ik even, of door Satan. Zijn inzicht is oneindig als het gaat om de manier waarop en de middelen waarmee zijn doelen moeten worden uitgevoerd. Hij kan niet dwalen, nog in verwarring zijn. Hij zal het woord dat hij gesproken heeft niet veranderen. En dat laatste vind ik zo belangrijk, dat geeft mij zoveel troost. Als God iets beloofd heeft, dan staat het er. En dan mag je zeggen, ik ben met u al de dagen tot aan het einde der wereld, zegt Jezus. Ja. En hij heeft het beloofd. Hij zal het niet veranderen. Ja. Ja, nog andere dingen over dit stukje? Ja, zullen we nog een beetje aan het einde van de overdenking. Ja. Over dat de mensen het belang zouden voelen om de Heer zeer ernstig te zoeken. Opdat zij vrij mogen zijn van elk zelfzuchtig doen. Ja. Ja. Dus als je denkt, ja, maar ik heb hier last van. Ik ben verslaafd, ik kan er niks aan doen, ik ben verslaafd. Ja. Nee, we kunnen bevrijd zijn. Ja. Dus dan het mooie is, sommige dingen kunnen mensen de eigen kracht zelfs, slechte gewoontes, maar je karakter veranderen. Dat vind je met de kracht van. Dat is altijd de werking van de Heilige Geest nodig. Dus al het goede komt van God. Dus wat het mooie is als je dus goede dingen om je heen ziet gebeuren, is dat Gods werk. Ja. En benoem het dan ook zo. Prijs de Heer daarvoor. Je zult merken dat daardoor ook mensen gaan veranderen. Het is niet omdat wij goed zijn, nee. God is goed. Precies. Nou, deze les komt over kennis gaat hier. Maar het gaat kennis te boven. We hebben al een paar keer gezien dat je inzicht kan krijgen daardoor. Maar het mooiste is dat je kan veranderen. Als je overgeeft, de kennis krijgt van het geloof dat Jezus je verlosser is. Dat de Heilige Geest je karakter kan veranderen. En als we die kennis hebben, zullen we de andere kennis toegeworpen krijgen. De Heere geeft u daar kracht en geloof in, is onze wens. Amen.